Goedenavond en welkom allemaal. Ik ben Lisbeth Bik, voorzitter van de Academie van Kunsten en heb de eer om ons uit de kunstkunstenaar, het is altijd een beetje dubbel woord, Jan Dibbets, die in 2022 benoemd is tot lid van de Academie, vanavond kort in te leiden. Daarna neemt hij samen met Juri Aalbrecht de avond over. Ik doe deze uit de kunstavond introducties echt met heel erg veel plezier, omdat ik voor deze inleiding steeds een diepe duik neem in wat de kunstenaar doet of heeft gedaan. En dat is fantastisch. Toen ik zelf net van de kunstacademie kwam, waren Jan Dibbets, Mario Merz, Piero Manzoni en Robert Smitsen de kunstenaars waar ik naar keek. Door hen begreep ik dat kunst veel meer kan zijn dan wat in de studio tot stand komt. Merz, omdat hij liet zien dat groei niet tomeloos, maar mathematisch is. Smitsen, vanwege zijn fantastische teksten en omdat hij de studio verliet en het landschap als zijn werkterrein beschouwde. Manzoni, omdat hij met zijn sokkelen de monden de hele wereld in één beweging als kunst op het voetstuk plaatste. En Jan Dibbets, omdat hij het perspectief op die wereld radicaal corrigeerde en deed kantelen. Voor deze introductie ben ik dus in allerlei interviews en teksten gedoken. En boekjes tegengekomen uit 1969, Earth, een tentoonstelling die echt fantastisch is. Het boekje is downloadable, ik zou het aanraden, fantastisch. Dingen die toen voorbij kwamen met betrekking tot klimaat en dergelijke komen nu nog steeds voorbij natuurlijk. En Jan was daar ook deel van. De camera liegt niet. De camera zou de wereld weergeven zonder interpretatie. Een foto zou een onbevoordeelde waarheid vertegenwoordigen en het bewijs zijn van wat bestaat. Jan Dibbets haalt zulke aannames onderuit. Hij eist een voortdurend denkende benadering van fotografie met als fundamenteel doel haar schijnbaar vanzelfsprekende rol als legitieme weergave van de wereld te ontmaskeren en de illusie van de fotografie bloot te leggen. Zijn foto's zijn geen documentatie van het werk, maar zijn het werk zelf. En al deze dingen heb ik dus uit de interviews en de teksten die ik heb gelezen. Wat valt er te leren van zijn radicale perspectiefcorrecties? Dat een lange wandeling deel kan uitmaken van het werk. Dat de ontbinding van instituten en de ontbinding ook van grenzen tussen object en context, tussen verschillende media, tussen het kunstwerk en de documentatie ervan, dat op dit kruispunt kunst het leven ontmoet en kunst verandert in activisme. Dat land art uit de jaren 60 nog steeds en continu een belangrijke bron van kennis en inspiratie is voor mij en ook voor de huidige generatie kunstenaars die met hun werk nadenken over het ecosysteem van de planeet. Dat Jan Dibbets deel uitmaakte van cruciale tentoonstellingen, workshops en performances van deze internationale grensoverschrijdende context. En dat hij generaties kunstenaars heeft beïnvloed, zowel door zijn eigen werk als door zijn onderwijs aan de Academie van Düsseldorf en Ateliers 63, de huidige ateliers waar hij de drijvende kracht van was. Als studenten hem vertellen, zo las ik, dat alles al gedaan is, opent hij de deur en zegt, zo las ik in een interview, tot ziens en kom niet meer terug. Want, zegt hij, dat is een dodelijke houding. Je moet jezelf verrassen. Je kan, zo zegt hij, olieverf niet verwijten dat schilderen dood is. Alles kan ontwikkeld worden met creativiteit. Hij ergert zich er ook aan, begreep ik, heel erg, dat geld de mode in de kunst dicteert. Zijn advies, iedereen moet deze gemanipuleerde kunstwereld doorstaan, maar als je zelf bewust bent en je niets aantrekt van de manipulaties, is dat al een succes. Denk eerst en maak dan pas, geeft hij mee. Het is een strijd. Je moet vechten voor een idee. Tot slot, de 21ste eeuw gaat volgens Jan niet over het maken, maar over het denken over het beeld. Meer foto's toevoegen aan het archief is niet waar het om gaat. Omdat elke foto in leugen is en niets voorstelt, is het zowel echt als abstract. En daarmee is fotografie vandaag misschien wel meer dan ooit het medium van de toekomst. Jan, Juri, aan jullie. Dankjewel, lieve Bik, voor de inleiding. Het is inderdaad mij ook een grote eer en genoegen om conversatie te kunnen voeren met Jan Dibbets. Hartelijk welkom allemaal. Denkt u aan uw telefoon, zet u hem even stil. En het is altijd zo jammer als dat halverwege is. Ik heb hier een telefoon liggen voor de tijd. Dus daar tik ik een enkele keer op om de tijd in de gaten te houden. We praten ongeveer een uur, is het idee.
En misschien dat daarna zich nog wel een conversatie ontwikkelt, ontspint met u. Een half uur en dan zijn we tegen rond zo'n 9 uur zijn we klaar. Dan weet u wat u te wachten staat. Jan Dibbets, inderdaad, een mooie inleiding. Ik denk dat u een van de gelukkigen bent die aanwezig kan zijn bij Dibbets die spreekt over werk. Dat doet hij weinig. Zeer weinig, zou ik zeggen. Goed gezocht naar interviews. Want het werk spreekt luid genoeg, geloof ik, dat eigenlijk het adagium is. Dus u heeft mazzel, u bent er een keer bij. En we gaan het hier weinig hebben, denk ik, over het werk van Jan Dibbets, maar meer over de fotografie als medium. En ik dacht, we beginnen maar bij het begin. Het begin van fotografie. En misschien even een aantal dingen vragen over waar komt dat vandaan, die foto's en die fotografie. Hoe is het ontstaan? Je moet namelijk weten, Jan Dibbets is gevraagd, ik denk wanneer was het, in Parijs, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 2016, Pandora's Box, Another Photography, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, om een geschiedenis tentoonstelling te maken van de geschiedenis van de fotografie. Uitzonderlijk zou ik zeggen dat de Fransen daar een buitenlander voor vragen, voor iets wat ze toch echt van hun vinden. Maar dat was wel het geval. Een prachtige tentoonstelling die ongelooflijk veel heeft losgemaakt in de wereld, in de kunstwereld, in de wetenschap, waar veel voor gevoerd wordt. En daarom vind ik het ook wel interessant om te vragen, die geschiedenis van die fotografie. Hoe is het begonnen, Jan? Nou, laat ik zeggen, voor ik daarop verder inga, moet ik zeggen, ik was natuurlijk opgeleid kunstschilder. En wat dat dan ook was. En ik had op mijn 23e al de koninklijke subsidie. Dus ik zag het helemaal voor me dat ik kunstschilder zou worden. En mijn zus had een camera. En toen ik 26 was, keek ik voor het eerst in een fotocamera. En die had zo'n goedkoop kastje. Een Russische makelij. Goedkoper bestaat, geloof ik niet eens. En ik keek erin. En ik kon mijn ogen niet geloven. Dus dat ik dat hele beeld zag bewegen. Ik zag helemaal niet een beeld. Ik zag een beeld wat zich bleef vertekenen. En toen dacht ik, waarom heeft eigenlijk nog nooit over de camera zelf nagedacht? Alleen maar plaatjes maken via de camera. Fascinerend moment, 1967 was dit? Dat was 1967, ja. Echt de eerste keer? Ik heb nog nooit in een camera gekeken. Want op de academie werden ons geleerd, jongens, de verhouding tussen kunst en fotografie, ja, is tussen pingpongen en tennis. En dan mag je zelf weten wat pingpongen en tennis is. Ja, pingpong is natuurlijk niks en tennis is ongelooflijk. Het echte werk, ja. Ja. En wij hielden ons aan deze wet. Dus, en het interesseerde ons ook niet. Wij stonden boven die domme fotografen. Maar toen ik voor de eerste keer erin keek, toen dacht ik, onbegrijpelijk. De mogelijkheden die hier voor het oprapen liggen, die heeft schijnbaar nog nooit iemand over nagedacht. En in zekere zin klopte dat ook wel. En wat zag je er doorheen dan? Kun je dat herinneren? Alles, dat camera is een stilstaand beeld. Mm-hmm. En als jij met de camera per ongeluk zo doet of zo, dan verandert het hele beeld. Ja, je kunt niet geloven, maar als je geïnteresseerd bent in perspectief, wat wij heel grondig gehad hadden, mm-hmm, dan krijg je dus gewoon zo en zo. Dat is een gigantische verschil. Ja. En als je hem naar boven doet, krijg je dus gewoon, dat zijn allemaal hele eenvoudige dingen die iedere cameraman weet. Mm-hmm. Maar niemand denkt er ooit over na, waarom is dat? En dan begint de interesse voor het apparaat te komen. En dan hebben we het over fotografie. Maar wat jij vraagt is eigenlijk, waar komt dat vandaan? Nou, ik wil, als je dan toch begint bij jouw eigen persoonlijke ervaring, wat een prachtige anekdote is natuurlijk. Je hebt daarna ook nooit meer geschilderd eigenlijk. Je hebt meteen opgehouden. Ja. Ja. Ja, dat is wel van belang. Ja, dus, het was meteen over. Ja. Ja. Geen heimwee gehad meer naar de verf en het doek? Nee, mijn leven lag voor me als kunstschilder. En ik was heel erg geïnteresseerd in hoe de kunst zich ontwikkelde.
En ik beschouwde Mondriaan als mijn opa. Hè? Ja. Ik bedoel, dat had ik wel. Ik was helemaal tegen het academisme. Dus in die tijd, in de 50er jaren, was dat not done. De meeste van de leraren begrepen niet eens wat Mondriaan was. Dus je praatte tegen een boekenkast. Dus het was er niet. Maar ik begreep wel dat het academisme geen oplossing was. Dus ik keerde me tegen het academisme en kwam in de ultramoderne kunstenrecht, zeg maar. Dus de minimal art in die tijd, et cetera. En ik begreep heel goed hoe ongelooflijk waardevol dat was. Ik kan me ook herinneren hoe ongelooflijk steengoed ik dat vond. En toen dacht ik, shit zeg, het zal niet waar zijn dat er zoiets als fotografie bestaat. Ja. Het ligt voor de deur en niemand kijkt ernaar. Ja. En iedereen was op zoek naar de... In die tijd, of je het nou over Boos Nauman hebt, of over Solowit, of over... you name it. Mm-hmm. Iedereen was op zoek naar een andere manier van kunst maken dan wat we wisten. Ja. En het was... schilderkunst was dood. Niet dat de schilderkunst dood was, maar die was dood vanwege het feit dat die ons op dit moment niks te bieden had. Als je een enorme bewonderaar bent van Barnett Newman, of van Judd, of Rothko, Ryman, met alleen nog witte schilderijen, ja, dan overtref het maar. En de overtreffende trap lag... Niet dat dat meteen lukte, zo bedoel ik het niet. Ik blijf die mensen nog steeds geweldig bewonderen. Maar de overtreffende trap ligt dan toch in je eigen medium zoeken. Ja. Ja. En jij zag hem opeens in de camera van je zus? Nou, het eerste wat ik me realiseerde is, dit is een nieuw medium. Nooit van gehoord. Niemand heeft het ooit serieus genomen. Mm. Wel dus serieus dat er mensen waren die beter konden fotograferen, slechter konden fotograferen. Ja. Maar mind you, dat... Schilderkunst en beeldhouwkunst, ja, tekenen, bestaan al voor de mensheid 40.000 jaar. Ja, de Venus van Willendorf. 40.000 jaar aan gekrabbel op de muur en dan kwam er een schilderijtje uit, of gelijk zeggen, een muurschildering. En als je wat frutte met een stukje klei, kwam er een poppetje uit. Hè? Ja, dus, ja, ja. En dat zijn die oude dingen. Nou, die hebben een geschiedenis, een enorme geschiedenis. Ja. En met fotografie, dat heb ik ook pas achteraf me gerealiseerd, ja, dat het voor de eerste keer was dat er in 40.000 jaar een nieuw beeldmiddel bij kwam. Een medium. Zoals schilderen en beeldhouden. En nu hebben we ineens... En fotografie. Fotografie bestond voor geen enkel museum. De eerste fotografie-conservator die... er sowieso ooit geweest is in een museum, de allereerste. Dat is Beaumont Newhall en dat was in MoMA in 1932. Ja. De eerste in 1932, dat is al 100 jaar na de fotografie. Ja. Na de uitvinding was voor de eerste keer dat ze dachten, het zou best kunnen dat dat interessant is als we daar een mannetje voor aannemen. Ja. Hij heeft ook een boek over geschreven. Ja, dat boek is fantastisch. Ja. Maar, dat moet ik wel zeggen, dat is fantastisch. Ik heb het 3 keer gelezen om goed te begrijpen hoe hij, want die man was echt heel goed. De foto's zijn fenomenaal die hij gekozen heeft. Het boek is vanaf 1937 constant herdrukt. Nog altijd in druk. Ook nu nog, ja. En het is een standaardwerk, de History of Photography. Maar als ik het lees, is het volledig not to the point. Omdat hij niet begrepen heeft dat het een nieuw medium was. Dat hij niet begrepen, dat is het niet. Niet eraan gedacht. Het kwam niet eens meer bij mensen op. En hij heeft zich ook niet gerealiseerd dat er eigenlijk de geschiedenis die hij schreef, dat hij dus een geschiedenis schreef waar hij niet van begreep wat hij aan het schrijven was. Omdat hij niet begreep wat fotografie was. Wat foto maken en begrijpen, dat zijn 2 verschillende dingen. De fotograaf denkt niet veel over wel wat hij maakt, maar niet over wat dat is.
En als je gaat denken over wat dat is, dan raak je volledig van het spoor van het maken. Dat, kijk, een portret, dat is een hele kanon voor hoe je die moet maken, maar de eerste portretten zijn uitvindingen geweest. Maar die zijn al meteen, de dag na de fotografie was uitgevonden, begonnen ze al met plaatjes te maken. Maar als het is, zich dat ontwikkelt, dan begint het, dat heet dan redundant photography, dat is gedaan en daarmee is het voor de kunst is het opgelost. Kunst is experiment. Als het geen experiment is, dan is het geen kunst. Jan van Eyck was experiment. Rembrandt was experiment. En iemand die 10.000 voor Christus de Venus van Willendorf, ja. Dat was een experiment van iemand, zonder dat hij het wist. Ja. Die wist niet eens dat kunst bestond. Ja. Maar het was de verwondering van een poppetje wat je ineens ziet. En dat het echt iets is. Hè? Ja. De uitstraling van een klein mensje heeft. Als dat gedaan is, ja, dan houdt het op. Dan hebben we dat ook gehad. En die dat is voor kunst heel belangrijk. Je kunt net zo goed schilderen als Jan van Eyck vandaag de dag, maar dat is lachwekkend. Ja. Zielig. Ja. Ja. Ik zou willen dat het kon, maar ja, het gelukkig is. Het is geen. En dan nog weer even terug. Hier komen we wel weer op terug. Maar. Jij zei, en ik blijf erbij stilstaan, omdat het zo mooi beeldend is. Ik keek ernaar en perspectief verschoof. Hè? Ja. Dus je zocht in de zoeker en perspectief verschoof. Dus als je hem beneden of naar boven houdt, ja. dan zag je iets anders. Je hebt wel eens gezegd, de camera is een apparaat om van drie dimensies twee dimensies te maken. Ja, op een stuk papier. Ja. Ja. Dat vind ik best een vrij ingewikkelde uitspraak. Dus het is een machine die iets plat maakt. Ja, die maakt van drie dimensies dit, mm-hmm. maakt die twee dimensies. Maar dan op een waardeloze manier een stukje papier. Ja. Ja. Maar jij zag dat toen je daarin keek, eigenlijk. Wat ik begreep is, dat heeft iedere fotograaf al lang 100.000 keer voor mij gezien. Hoor. Ik bedoel, die stelt zijn camera helemaal precies en die ziet dat ook, dat het een beetje verandert. En ja. Een beetje omhoog en dan nog een beetje zo. En dan heeft hij het helemaal precies voor elkaar. Maar bij mij was de vraag, hoe bestaat het dat met de minste beweging het hele beeld begint te vertekenen? En daar gaat het over. Ja. En dat apparaat eigenlijk misschien wel heel veel geheimen heeft die wij niet weten. En dat er misschien wel een geweldige uitdaging ligt om dat apparaat van allerlei dingen te ontfutselen die nog nooit iemand gezien heeft. Enzovoort. Dus als je daar gaat denken, dan kom je op die lijn te zitten. En dat had ik eigenlijk, diezelfde dag had ik dat. Dus het is een soort split second dat je één helder moment hebt die zegt, verrek, het ligt voor het oprapen. Dus die... Mm-hmm. En dat, vergis je niet, ik was 26. Dus het is niet zo dat ik op mijn 12e een camera had. Tot mijn grote geluk hebben ze dus altijd gezegd, nooit fotograferen. Toen ik dus erin keek, wist ik dus heel goed wat een beeld was. Dat is natuurlijk ook een verschil. Als ik aan dat beeld al gewend was geweest, omdat mijn vader op mijn 6e al een camera voor me had gekocht, dan was ik nooit op die gedachte gekomen. En wat is die gedachte? Dat je dus ineens je realiseert dat dat apparaat veel, veel, veel meer te bieden heeft, veel ingewikkelder is om er iets uit te krijgen, veel uitdagender, uitgedaagd moet worden. Ja. Het is eigenlijk gewoon bijna een stier en jij bent degene die niet achter de camera staat, maar voor de camera, de rode lap. En dat beest, dat wordt steeds kwaaier. Ja, en dan is het niet wegrennen, maar... Dan heb je een doekie. Ja, dan heb je wat. Dan heb je hem. Ja. Het beest met één oog natuurlijk. Ja, het beest heeft één oog natuurlijk. Dat is ook de camera. Dat is ook de geweldige tekortkoming van de camera. Die zou helemaal niet interessant zijn als die twee ogen had. Dan zou die niet interessant zijn? Nee, dan zou die niet interessant zijn. Is een stereoscoop? Of hoe dat is ontzettend lollig. En we hebben vandaag ook van zulke dingen voor je lopen. Dan ga je zo... Ja, dat is allemaal nog in wording. Dan denk ik, daar komt iets uit, maar dat is nog niet wat het is. Nee. Maar het apparaat is wat het is en zo interessant, omdat het eenoogig is? Nee, want je kunt ook zonder camera foto's maken. Die zijn ook, gewoon als er maar licht op lichtgevoelig papier komt. Ja. En dan heb je Man Ray, een reograaf. Ja, dat is ook fotografie. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een van de vormen waar je dus helemaal geen
camera. Maakt helemaal niet uit. De kunstenaar heeft, dat heeft Moly nooit zoiets gezegd, de kunstenaar... Hongaarse kunstenaar. Ja, ja, maakt zonder of met camera alles wat hij maakt als het een experiment is, is het kunst. En dat is gewoon absoluut een ijzeren wet. Als het geen experiment is, is het niet van jouzelf. Is het eigenlijk een cliché, is het een redundant foto. En daarom, en dat komt niet van mij, dat komt van Flusser. Dus eigenlijk de filosoof die in de 80er jaren een boekje geschreven heeft over fotografie. De Towards a Theory of Photography. Ja. En dat boek, daar zegt hij dat 99 punt. En dan komen er 109's. En dan komt er nog één eentje of niks. En dat restje is dan misschien wel eens een keer een foto die niet redundant is. Ja, en ik begrijp het wel, want er ligt geen experiment meer in het fotograferen van een brug. Of weet ik, tenzij je het zo goed kunt en zo ongelooflijk doet, dan ga je over die uitdaging heen. Begrijp je? Iemand zou dus nu best heel goed fenomenaal realistisch kunnen schilderen, terwijl dat net zo goed ook redundant malerij is, zo heet dat ook weer, schilderkunst. Ja. Maar dat is het alleen als je iets doet wat over dat wat wij van het schilderen weten, als dat daar overheen gaat. Maar dat kan je je bijna niet voorstellen, want ik kan me ook niet voorstellen hoe dat eruit zou zien. Dan zou ik het meteen morgen vroeg proberen. Ja, ja. En je zegt, Molinaerts, die zegt, het is altijd experiment en het maakt eigenlijk, dus dat vind ik wel een interessant inzicht, dus het maakt niet uit of je er een fotoapparaat bij hebt. Je kan fotopapier... Met of zonder fotoapparaat. Ja, je kan ook gewoon fotopapier neerleggen. Hij noemde het de fotokunstler. Ja. Dus de fotokunstler en dan met of zonder apparaat. Maar jij keek natuurlijk in die zoeker en je was academisch geschoold langzamerhand in het, met perspectief en heb je eindelijk moeten tekenen. Ja. En dat, en je wist wat een beeld was, zeg je net zelf. Dat ontwikkelen van perspectivisch inzicht, wat je natuurlijk op de academie hoort te leren, maakte dat onder andere dat je dat zag. En de andere vraag is natuurlijk eigenlijk, is de ontstaan van het perspectief niet al het begin van de fotografie? Nou, want ja, als je zegt, een camera maakt niet uit. Hè, dus. Alberti heeft in de vroege 15e eeuw de theorie van de perspectief beschreven. Begin van de Renaissance, 1410 of wat is het? Ja, 1410, 15, ja. 1415 geloof ik. In elk geval, daar wordt de dingen precies beschreven hoe het, ze konden het wel schilderen, min of meer, maar het wrong altijd omdat de theorie was ontbrak. En sinds hij dat is echt een genie geweest, die Alberti, niet alleen dat hij architect was, een schilder, een schrijver, filosoof, priester, je houdt het niet voor mogelijk, adviseur van de paus. En ook nog door al zijn collega's, kunstenaars, en die hadden helemaal niks met het geloof, die was het schijnbaar een heel aimabel mens. Dus niet zo'n halve zij figuur. Maar die heeft dus de wiskundige formule en de wiskundige tekeningen geleverd waar de hele Renaissance en nog honderden jaren daarna iedereen van geprofiteerd heeft. Noem je dat al uit het begin van de fotografie of is dat te ver doorvoeren? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel het eerste apparaat. Hè? En het is in zekere zin, voor fotografie is het primitief als je het vergelijkt. Maar die eerste kastjes die toen ook al meteen kwamen. Ja. En dan krijgen we natuurlijk van Leeuwenhoek met de uitvinding van de microscoop. En al die dingen daaromheen. Nou hebben ze het net gezegd, ik heb er ontzettend om moeten lachen. Heeft iemand een 20 jaar studie gedaan naar de schilderij van Vermeer en heeft geconstateerd dat dit een jezuïtencomplot is, waardoor Vermeer deze dingen heeft kunnen schilderen. Nou, dat is... Als je buurman is, waarvan bewezen is in de literatuur, dus in brieven en weet ik het veel, dat Van Leeuwenhoek en Vermeer elkaar goed gekend hebben. Nou, er is niks eenvoudigers voor Van Leeuwenhoek om hem aan zo'n kastje geholpen te hebben. En wat voor kastje bedoel je dan? Nou, zo'n perspectiefkastje, precies. Waar je
Waar je de lijnen van het perspectief in kan zien. Precies. En, en waardoor je ook meteen, want vergis je niet, een kastje kadert af. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk ook een soort camera, maar die produceert niks veel. Nee. Jij moet produceren, maar het kastje geeft je het voorbeeld. Ja, het kader. Ja. 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 Ja, dus daar heb je al een... En daar heb je net zelfs met de camera wat je doet, schuiven tot je zegt, dit is interessant, dit ga ik schilderen. Ja. Nou, dus het gezicht op Delft, daar heeft hij zo'n kastje bij. Ja, absoluut zeker. Ja, ik kan niet anders. Ja. Waarom kan dat niet anders? Nou, als je dat vergelijkt met alle stillevens van, noem maar op, laat ik zeggen, Ruizal, een fenomenale schilder, met zijn gezicht op Haarlem en weet ik veel. Ja, prachtig, Sint-Bavo in de verte. Ja. Dan zie je dat er één ding ontbreekt. En dat is namelijk wat alleen bij Vermeer voorkomt, dat is dat brokkelige schilderen. Dus dat er allemaal kleine witte puntjes op de randjes liggen. Zo. Als je dat melkmeisje kijkt, bij ieder schilderij speelt dat op. Mm-hmm. En dat is het geheim van Vermeer. Maar dat is niks anders. Als jij door zo'n kastje kijkt, zie je dat ook. Dat is een reflectie die je met het oog niet waarneemt. En die als je het over een glazen plaat krijgt, dan krijg je dat geheime licht, wat dat oplichten van iets wat er eigenlijk niet is. Iridiserende soort. Ja, precies. Kleine puntjes. Als je naar dat broodje kijkt, wat in dat schilderij van Vermeer ligt, gewoon op dat tafeltje bij dat melkmeisje, dan zie je daar allemaal die korreltjes en dan denk je, verrek, die man die schilderde helemaal niet zo, dan ben je gek. Die zat de hele dag met één oog. Uren. Ja. Niet dat dat heel lang duurde, maar uren op de precisie van het schilderen. Ja. Dat gaat net over een stap. He, dat heeft Rembrandt heeft precies tegendeel. Dat heeft niks met het kijken te maken in de zin van een kastje of wat te doen. Rembrandt was de eerste die eigenlijk als een psycholoog die dus een inzicht had in mensen. En als je zijn zelfportretten ziet, dan zie je dus ook dat hij van bon vivant langzaam naar een zeer introverte, oude, naar binnen gekeerde man is geworden. En dat is duidelijk, dat hij dat gezocht heeft. Ja. Maar dat is ook een vernieuwing, begrijp je? Dat is de uitvinder van een psychologisch portret. Ja, geen kastje, maar nee, zonder kastje had hij helemaal niet nodig. Nee. Ook heel erg interessant. Rembrandt, we zouden er graag over verder praten. Maar ik probeer even te blijven bij het kaderen, hè, en het kader zien. En die, zeg maar, die Vermeer met zijn dus eigenlijk... Hij was daar het fotografiepapier. Hè, dus wat hij, dus die prachtige schilderij is, en dan is hij het fotografiepapier eigenlijk. Ja, hij moet het object maken. Ja. Het vieze papiertje wat er bij de camera uitkomt, moet hij maken. Schilderen, tekenen. Ja. Wat dan ook. Hij heeft nooit getekend. We weten ook niet hoe dat kan. Maar ik denk dat hij getekend heeft op de glasplaat. Ja. En... Oh ja, denk je dat? Dat denk ik echt, ja. Ja, ja dan heb je het meteen goed. En er zijn geen tekeningen van Vermeer. En als je het ziet, dan moet hij dus ongelooflijk goed hebben kunnen tekenen. Maar bij zo tekenen hoef je niet goed te kunnen tekenen. Dus hoef je alleen maar heel goed met een vaste hand de lijntjes te doen. Overtrekken. Eigenlijk. Ja. Ja. Maar je moet wel heel goed kunnen kijken. Dat kon hij natuurlijk wel. En daar kan je dus zien, dat word je alleen bewust als je door zo'n ding... Ik heb één keer door zo'n ding gekeken. Ik zag meteen, want dat interesseerde me, de puntjes van Vermeer kwamen er meteen bovenop. Maar normaal, als jij dat tegen ziet, helemaal niet. Dan denk je, oh, die puntjes, dat komt later wel. Maar nee, dat was zijn hoofd. Zou je hem de eerste fotograaf kunnen noemen? Nou, daar zit wel iets in, ja. Ja, ik heb nooit over nagedacht, maar niet fotograaf natuurlijk, maar de eerste die dus via een apparaat, hè, dus een schilderij kon maken, ja. Ja, want daar kom je steeds op terug, hè, via een apparaat. Maar ja, het apparaat is belangrijk. Apparaat is ontzettend belangrijk. Kijk, dat is de uitvinding van de fotografie. 1839 is helemaal niet waar trouwens, maar oké. De uitvinding van de fotografie tegenover de uitvinding eigenlijk van de 1840, kun je dat allebei zetten, dus van de industriële revolutie. En het is de machine tegen het apparaat.
apparatusdenken en het machinedenken. Wat is het verschil? Nou, het is enorm. Het machinedenken is niks anders dan van een mensenkracht gewoon 50 lompe paardenkrachten maken of 100, weet ik het veel. Mm-hmm. En als je dat aansluit op een wieltje, je kunt er iets mee, dan kan je produceren. En dan de machine produceert en die kan een ijzeren staaf plat slaan. Dan moet jij 4 jaar op beuken voordat er een deuk in komt, bij wijze van spreken. Een machine in één keer? In één klap, ja. En dat is de industriële revolutie waar wij nog altijd met groot respect over spreken. Wij praten over de industriële revolutie als ongelooflijk belangrijk. Oeh, man. En nee, de hele wereld ligt aan de voeten van de industriële revolutie, maar dat is gewoon domme kracht. En een paar slimmerikken die er geld mee verdienen, omdat ze weten hoe je dat moet aansluiten op een wieltje wat weer draait aan een bandje en dan komt er een katoenen lap uit. Ja. Nou, dan hoef je niet vier weken aan een weefgetouw te zitten met een slecht lampje, dan heb je zo'n stukje. Ja. Dus dat is een groot verschil. En dat is ook revolutionair en dat heeft ook veel gebracht. Maar de apparatusrevolutie die wij nu eigenlijk, daarom is er geen geschiedenis wat ik alsmaar beweer, die wij nu beginnen te begrijpen vanwege de computer. Als je nou terugdenkt van dat moment waar we nu zijn, eigenlijk zijn we al bij de artificiële intelligentie, maar dat komt ook weer uit de computer, tot terug aan de fotocamera, dan is dat in één directe lijn alles wat gebaseerd is, in tegenstelling bij de machine, gebaseerd op niet meer op het woord, maar op rekenkunde. Niet op het woord, maar op rekenkunde. Dus niet op de grammatica en de cijfers. Taal. Alles is cijfers geworden. Ja. Alles is cijfers. Onze kennis bestaat, zonder dat we dat weten, uit cijfers. En wij zijn van, laat ik zeggen, van leesmensen en leeservaringsmensen, zijn wij een ander type mensen geworden voor het eerst. Dat wij namelijk kijkmensen zijn geworden. Ook door de fotografie. En we hebben helemaal geen idee dat de mensen voor de fotografie een totaal andere ervaring van de wereld hadden dan wij hebben. Wij krijgen ladingen informatie over ons via een fotoapparaat, via foto's in de krant, in de dingen, in tijdschriften. Allerlei onzin, je wordt vergeven van de fotografie die nergens op slaat, maar het bepaalt wel ons beeld. En er is een prachtig boekje van Susan Sontag, waarvan ik vind dat ze haar belangrijkste werk, heet dat dan, dat heet On Photography. Het heeft een jaar 30 geleden geschreven, dat veel langer, 50. Dat is totaal niet to the point. Daar heeft ze echt heel veel gemist. En heeft ze net voor de dood een heel dun boekje geschreven regarding The Pain of Others. Ja, The Pain of Others, ja. Ja. En daar begint ze ongeveer 15 of 20 keer kwam ik daarin tegen, dat ze dus echt moet zeggen dat ze zich destijds vergist heeft, of dat ze daar nu heel anders tegenaan kijkt. Dat ze een begrijpt dat het helemaal niet klopt wat ze toen beweerde. En dat is het geleerde boek. Dit is een heel dun boekje. En dat gaat alleen over oorlogsfotografie. En daar probeert ze dus duidelijk te maken dat wij een helemaal andere beleving hebben van de oorlog door de informatie die wij direct van gisteren iets gebeurt, morgen heb je het gezien, of 's avonds op de televisie. En het fotoapparaat en Muybridge, heel belangrijk, 1870, 1880. Dat die fotograaf met die... Ja, met al die lopende studies van mensen, studies van de... Die heeft er gaan heel veel achter elkaar, zeg maar, bijna beter, nou, niet bijna, wetenschappelijke foto's van de wegen van de ruiter of zo. Ja, hij vond het wetenschappelijk. Mm-hmm. Omdat heel veel fotografen in die vroege tijd, ook de vorige eeuw, laat ik zo zeggen, nee, de is alweer een eeuw daarvoor. In de 19e eeuw, ja. Oké, dat die niet in de gaten hadden wat ze deden in verhouding tot kunst, want fotografie hoorde niet bij de kunsten. Mm-hmm. Alleen fotografen die zeiden dat ze bij de kunsten hoorden bij de kunsten. Maar dat waren er heel weinig en dat was niet to the point. Dat waren mensen die toneelstukken opvoerden en dan stonden 12 mensen zo, Jozef en Dothan. En dan hadden ze een hele belangrijke foto uit de Bijbel. Ja,
Dat is turquoise. Dus, ja. Dus, ja. Ja. Maar dat werd als kunst beschouwd. Ja, dat was grote kunst. Ja. Maar deze wetenschappelijke opeenvolging die jij wel in je tentoonstelling hebt. Nee, dat was helemaal geen kunst. Dat was, nee, dat was wetenschap. Maar waarom heb je die daarin gestopt in die tentoonstelling? Want waarom vind je dat zo'n belangrijk werk? Omdat ik het achteraf de belangrijkste fotograaf van de 19e eeuw vind. Echt belangrijker nog dan de uitvinders, want Daguerre is gewoon een heel miserabele fotograaf. Dat stelt niks voor. Daguerre is de Franse uitvinder van de fotografie. Ja. Daar wil ik wel iets over zeggen, want hij heeft niks uitgevonden. Dus ook dat nog. Okay. Maar wacht even. Möbius vind je zo belangrijk? Oh ja, Muybridge. Muybridge, ja. Kijk, je hebt dus de stap van de fotografie. Dat is dus één ding, dat je dus een plaatje kan maken via een apparaat. Ja. En dan komt Muybridge eigenlijk na een jaar of 40, 50. Ja. 40. Die dus deze series maakt van bewegingsstudies. Ja. En aanvankelijk, dat is ook dus eigenlijk gewoon een toevalstreffer, want Muybridge was gevraagd door een paar hele rijke lui in Florida. Nee, in Californië. Waar was dat ook? Ja, dat was in Californië. Ja. En die hadden weddenschappen lopen en dat ging voor enorme bedragen onder elkaar. Dat was gewoon spelletje. Dus die hadden met een man of 40 weddenschap of een paard één poot aan de grond altijd had of dat die in vol galop alle poten van de grond had. Ja, zie je bij oude schilderijen zien ze ook die paarden twee benen voort hebben. Kijk, maar de laatste schilderijen die nog in de tijd gemaakt zijn, toen had hij het al kunnen weten van Degas. Dan zie je die paarden allemaal zo door de lucht zweven, voorpoten zo en de achterpoten zo. Ja. Oké. Okay. En Muybridge is gevraagd door Stanford, van Stanford University, de oprichter van Stanford University, gevraagd of hij met zijn foto's iets kon verzinnen, zodat je kon zien of een paard een poot op de grond had, altijd, of dat hij echt een vrije sprong kon maken. Ja. En Muybridge, hoe werkt de galop eigenlijk? Ja, en hij betaalde alles. Dus Muybridge kon doen wat hij wilde. En die kerel was puissant rijk. Dus het ging niet eens over die paar miljoen die ik overdeelde. Het was een fles champagne. Het was onder elkaar gewoon een grap. En, maar die Stanford was dus heel nieuwsgierig of dat zo was of niet. Of dat kon bewezen worden. En toen heeft Muybridge heeft een grid gemaakt achter een muur buiten om goed licht te hebben. En dan had hij touwtjes. En dat paard wist niet eens dat hij daarop trapte via een heel ingenieus systeem. Dat hij die dingen aanraakte zonder dat hij dat wist. En dan liet hij een paard langzaam lopen, liet hij een paard voorbij rennen, liet hij een paard keihard voorbij rennen. En daar kwamen dus al die kleine fotootjes uit. Ja. En dan kon je op een gegeven moment zien dat die, dat paard dus inderdaad altijd een poot op de grond had. En toen hij dat wist, en dat hij dat gezegd tegen Stanford heeft, Stanford hem royaal beloond, probleem opgelost. En Muybridge was zo gefascineerd geraakt door de vondst die hij gedaan had, dat je bewegingen kon vastleggen en dat het deed. En uit Muybridge is snel daarna de film gekomen. Ja. Oké, een ander apparaat is. Uit de film is de televisie gekomen, een ander apparaat is. Uit de televisie is de computer ontstaan, omdat we dus gewoon allemaal beelddenkers zijn geworden. En Uit de computer zitten we nu met de artificiële intelligentie. Dus dat is een directe lijn die we niet moeten onderschatten. En we beginnen nu pas te begrijpen dat vergeleken bij de apparaten denken, de industriële revolutie eigenlijk heel weinig voorstelt. Ja, dus je zegt, zijn nog altijd geobsedeerd door die domme krachten die daar voor ons gingen werken. Ja, die hebben we ook nodig. Maar natuurlijk, die PK's, die stoommachines. Ja, PK's, Uiteindelijk die machines die allemaal auto's kunnen maken. En die auto's die maar de echte verandering in de 19e eeuw is het apparaat wat leidt tot de computer. Ja, het apparaat was een zielig pootje. En een zielenpootje ook. En een dingetje wat niks voorstelde. En dat is ondergeschoven bij de kunsten, hè? Ja. Bij de schilderkunst. En dat was dus helemaal niks. Dus ja, oké. Leuk. Maar tot wetenschappers ontdekten als eerste wat de waarde van dat
afbeelden was. Ja, en daarom vind je Muybridge zo ontzettend belangrijk. Omdat hij de eerste is die die beweging... Ja, die begrepen heeft dus dat je beweging kan vastleggen. Ja, ja. Dat kende niemand. Aha. En langzaam is dat ondergeschoven kindje, of dat zielige pootje aan het bouwwerk van de wetenschap, uitgegroeid tot het meest beheersende... Ja, dat beheerst medium. Alles. Het apparatusdenken is waar wij middenin zitten. En eigenlijk, als ik erop terugkijk, moet ik zeggen gewoon... De uitvinding van de fotografie is eigenlijk net zo belangrijk of net zoiets als de uitvinding van het schrift of de uitvinding van de boekdrukkunst. De boekdrukkunst heeft ons lezers gemaakt en nu zijn we kijkers geworden. Ja. Mm-hmm. Wij zijn aan het ontlezen, wij zijn steeds meer aan het kijken. Dat is geen verbetering, maar dat was lezen ook niet, dat ligt er maar aan wat je leest. Zeker? Ja. Je kan een hoop troep lezen. Ja. Die is er ook. Je kan ook hele gevaarlijke dingen lezen, absoluut. Ja. Maar we waren natuurlijk ooit kijkers. Hè? Dus die eerste 40.000 jaar tot aan... Nee, ik heb het over dus de uitvinding van de boekdrukkunst. Ja. Ja. Van de boekdrukkunst zijn we lezers geworden. Ja. En daarvoor waren we natuurlijk ooit weer kijkers. We zijn terug. We waren allemaal kijkers, ja. Ja. Maar kijkers zonder het technisch apparaat. Ja. En wij zijn kijkers geworden via een technisch, en dat is een technisch kijken. Mm-hmm. En dat is een technische, laat ik zeggen, wij beheersen nu technieken waarvan we niet weten wat dat is, maar je gebruikt ze dagelijks. Zoals? Ja, pak je de telefoon. Ja, ik heb geen idee hoe die werkt. Het is nu 11:11. Ja. Nee, ja, en als jij in je auto zit en die zegt, hier moet u naar links, dan begrijp je niet hoe dat is, maar je gaat naar links. Ja. Oké. En de techniek, het apparaat dicteert. En de consequentie daarvan is dat je een artificiële intelligentie krijgt. En daar zitten we ook middenin, want mensen die experimenteren met fotografie, dat zijn er niet zoveel, maar die echt experimenteren met fotografie, die zitten met de grote vraag, wat is het ultieme technische beeld wat uit het apparaat kan komen en niet meer het apparaat, want dat is eigenlijk al lang gedateerd. Niet meer een fotocamera, maar gewoon uit de digitale machine. Mm-hmm. Dus daar liggen allemaal nieuwe uitdagingen en ik ben ervan overtuigd. Dat is ook het enige... Als je serieus fotografie serieus neemt, is het ook de enige kunst die helemaal gebaseerd is op technische voorwaarden. Dus die dat aanleveren. En als je dat vergelijkt met hoe de kunst daarvoor was, dan is het gewoon het leren van beheersen van niet alleen de techniek, maar van de kunde. Maar dat is in de fotografie is dat ook weer raar genoeg precies hetzelfde. Want voor experimentele fotografie is het een handicap als je ongelooflijk technisch geïnstrueerd bent. En als je alles weet van techniek, alles van belichting en alles hoe het is. Dat is één groot cliché. Want jij bent de beantwoorder geworden van wat het apparaat jou gratis cadeau geeft. Snap je? Daar komt een hele mooie foto uit, maar jij hebt niks gedaan om het apparaat uit te dagen. Dus daar zit experiment nul in. Tenzij je het zo goed doet dat het alles overtreft wat daarvoor geweest is. Dan is het weer een nieuw iets. En dat is eigenlijk in de schilderkunst ook altijd zo geweest. Want er zijn mensen die... de portretkunst ineens, boem, klap naar boven hebben gebracht. Denk maar aan Rembrandt bijvoorbeeld. Dat gebeurt. Maar er waren toen al heel veel portretten daar tussen de Renaissance en Rembrandt in, die eigenlijk steeds meer begonnen af te glijden naar maakwerk. Dus dat moet af en toe, moet er zo'n schok komen. En ja, dan schiet alles ineens meteen naar voren. En... Dus het uitdagen
van het apparaat, het uitdagen van de begrenzing of de mogelijkheden die het apparaat je aanreikt als kunstenaar. Ja. Ja, dus die het moet gevecht je, met het apparaat, die, wat je net beschrijft. Die moet je eruit trekken. Ja. Je moet dat apparaat moet je verrassen. Dat moet je alle hoeken van de kamer laten zien, bij wijze van spreken. Je moet niet accepteren dat er iets uitkomt wat jij mooi gemaakt hebt. Mooi is ook maar een heel betrekkelijk iets. Dus daar hoef je ook niks voor te weten van fotograferen. Fotograferen is eigenlijk een inzicht over wat kan ik doen wat nooit geprobeerd is. En waar ligt de begrenzing van het apparaat? De begrenzing van het apparaat bestaat namelijk niet. Er zit meer fantasie in het apparaat dan alle fotografen ooit eruit kunnen trekken. En dat komt niet van mij, dat heb ik bij Vloeser gelezen. Vond ik een geniale opmerking. Je bent erg getroffen door Willem Vloeser. Ja. Portugees eigenlijk, tenminste van alles, maar voornamelijk een Portugees misschien. Nee, hij is een Tsjech. Maar hij doseerde in... Hij is geboren... Nee, in Braziliaan bedoel ik. Hij is geboren in Tsjechië, hij was een Jood. Dus hij is net voor de oorlog op de laatste boot gestapt naar New York. En toen kwam hij ergens in Brazilië aan. Was de boot afgeweken van dat het gevaarlijk was. En daar heeft hij de hele oorlog en nog 3 of 4 jaar daarna ook gezeten. En hij heeft gepubliceerd. Het is een genie, echt waar. Maar hij beginnen ze nu langzaam te ontdekken. Hij heeft gepubliceerd in Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees. En waarom is het zo'n genie? Want jij heeft een boek over fotografie geschreven. We weten nog heel veel niet wat hij geschreven heeft. Maar alles wat hij geschreven heeft en vertaald is, of wat in het Duits is of wat in talen geschreven heeft die we kunnen lezen, maar Portugees, dat leest bijna niemand. Nee. En die zijn dus ook helemaal nooit vertaald, omdat er toch al genoeg boeken waren van. En waarom vind je hem zo fundamenteel voor ook jouw manier van redeneren over fotografie en het belang van fotografie? Voor mij was het, toen ik dat las, dat boek, toen ben ik eigenlijk pas veel later achtergekomen. Ik heb het geloof ik in 2013 of zoiets voor het eerst gelezen. En het boekje is uit 1983 en hij is uit 1991 gestorven. Heeft hij auto-ongeluk gehad. En dat boekje, tot mijn verbijstering beschrijft helemaal alles over fotografie wat ik gedaan heb. Ik kon het gewoon niet geloven. Daar staat het over de uitdagingen, over de redundant fotografie, dat je dus gewoon alleen maar dingen moest maken die dus gewoon die je verraste omdat je ze zelf nooit gezien had. Eigenlijk alles wat erin staat. En toen dacht ik, god, ik heb dus iemand gehad die ik nooit ontmoet heb, waar ik nooit van gehoord heb, die gestorven is nu. En die heeft over fotografie geschreven op een manier waar ik denk, dat is de enige keer dat ik iets lees wat zinnig is. Precies zoals ik het zelf zag. Mm-hmm. En ook dingen die ik gedaan heb lang voordat hij dat boek geschreven had. Juist die. En dingen zoals? Welke dingen die perspectiefcorrectie, zo schrijft hij ook allemaal. De perspectiefcorrectie, het Stedelijk Museum heeft er eentje van je atelier met een wit vierkant. Ik vind het prachtig, fascinerend werk. Maar dat soort experimenten. Ja. Waar hij heeft alleen maar over experimenten. Mm-hmm. En het is dat hij het niet zo beschrijft, maar hij is eigenlijk, ik noem dat altijd de stier en de lab, de toreador. Maar daar heeft hij het hele boek heeft hij erover. Maar het interessante is, toen ben ik me er meer in gaan verdiepen, was er een tentoonstelling van Vloeser in de Universiteit van Berlijn. Want daar hebben ze hem echt nu helemaal ontdekt. Dat was een jaar of 5 geleden, 4 jaar geleden. Dus ik denk, die tentoonstelling wil ik wel eens zien. Vloeser gezien. Fenomenaal. Alles wat ze opgenomen hebben aan film is een mooie, statige oude Jood met een grote baard. En hij was arm als de neten. Hij had de vrouw die hij al kende voordat hij dus naar Amerika ging, is met hem mee op de boot gegaan. En dat was een twee-eenheid. Die zijn allebei verongelukt dus. Dus die hebben niet zonder elkaar hoeven leven. Maar daar zie je Vloeser ook voor Alain Provist praten. Ik ga het hier niet herhalen, maar hij vertelt over dat de Russen
het gordijn, het ijzeren gordijn gevallen is. En dan zegt, dat was 14 dagen nadat het gebeurd was, zit hij daar heel rustig in dat arme huisje wat hij had in Midden-Frankrijk ergens aan zo'n tafeltje buiten in de tuin te vertellen. Ja, zegt hij tegen die Duitse, was van de Duitse televisie. Nu gaat er natuurlijk iets heel ergs gebeuren, want de mensen kunnen nooit zich beheersen als ze iets overwonnen hebben. En de Romeinen wisten al, eer de overwonnenen, hè, dus ga ze niet te na of doe ze geen kwaad of weet ik het wel. En nu gaan wij natuurlijk het feest vieren dat we van de Russen gewonnen hebben. En dan gaan we al die landen bij de NAVO halen en dan gaan we ze allemaal inlijven. En dat zal die Russen een doorn in het oog zijn. En dan gaat er natuurlijk van alles mis. Maar daar kunnen ze nog niks mee doen, want ze zijn zo arm als ik weet niet wat. Ze hebben helemaal niks meer om zich te verdedigen. Maar als dat zo doorgaat, en dat gaat gegarandeerd zo gebeuren, dan komt er een of andere idioot en die neemt wraak. Dat was dus gewoon 14 dagen nadat de muur was gevallen. Ja, en 11 maanden geleden was dat het zover. Daar zie je, de visie van die man was fenomenaal. Maar de grap was dat ik ergens een filmpje heb gezien van een vriendin van de familie, van ze hadden geen kinderen, maar dus van hun tweeën. Een vriendin nog uit Praag. En die was fotograaf. Nou komt de grap. En dat was in 1982. Dus toen had hij dat boek eigenlijk al helemaal klaar. Het filmpje is uit 82. Een tentoonstelling opent hij met het werk van die vrouw. En hij zegt dat het zo bijzonder is en fantastisch. En dan weet ik veel. Ondertussen moet je wel heel goed kijken. Ik heb het 3 keer laten draaien opnieuw. Wat die foto's zijn. Die foto's zijn de meest stomzinnige foto's die je kan voorstellen. En hier staat het genie die iets begrepen heeft van fotografie en de hele geschiedenis die daaraan zou moeten hangen, wat nog nooit iemand gezien heeft. En dan staat hij daar een fototentoonstelling aan te prijzen waarvan je denkt, flikker op met je gelul. Dus hij had zelf niet begrepen hoe dat eruit zou zien. Dat is typisch filosofie. Dat is de pure abstractie van het idee wat je gaat benaderen en je denkt gewoon, wat is dat dan eigenlijk, die camera? En wat komt daar dan uit? En wat is dat als wat daaruit komt? Waarom noemen wij dat werkelijkheid? Wat is dan werkelijkheid als dat ook werkelijkheid is? Nee, het is een stuk papier. Dat is de enige werkelijkheid die er is. Dat is het stuk papier is. Met iets waar je iets op gerommeld hebt, waardoor er voor ons een afbeelding is. Maar het is bekend dat de eerste Papoea's die foto's zagen, die geen idee hadden wat erop stond. Die hielden ze ook ondersteboven, die zagen helemaal niks. Nee, die konden het perspectief en de... Die, konden, niet die, zien, die zagen die, absoluut, ook als je een foto niet van hun nam, van een portret. Mm-hmm. En het was gewoon heel duidelijk, ja dat kon makkelijk in 1925. En dan keken ze dat aan en gaven ze een ander. En wat vind je dan, wat Willem Vlucher dan, zeg maar, zo goed gezien heeft, wat jou zo sterk doet denken aan wat jij gezien hebt of gedaan hebt met de fotografie. Wat is de essentie daarvan? Nou, de essentie is dat hij begrepen heeft dat er iets ongelooflijks belangrijks was ontdekt. En daarom heeft hij dat boek geschreven, ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Wat eigenlijk niemand zag zoals het naar zijn idee zou zijn. En dan is het de eerste die dat begrepen heeft. En ik heb gezegd van dat Beaumont Newhall, ja. En dat is echt het beste boek eigenlijk om eens een idee te hebben van de geschiedenis van de fotografie. Maar daar kun je niks van bakken. Daar kan je alleen maar zeggen, dat vind ik een mooiere foto dan die. Ja, en dat had die man, dat gevoel had hij wel. Ja. Dus dat bewonder ik ook wel, dat hij dat gewoon toch kon kiezen uit die miljarden foto's. Die wel en die allemaal niet. Maar waarom, en dat is dus wel redundant, maar niet begrijpen waarom. Die Beaumont Newhall kon wel zien wat een goede foto was, maar ja, hij zag die geschiedenis niet. Ja, hij zei, en die geschiedenis die zien we vandaag de dag ook niet. En dat is het grootste gemis voor de fotografie, dat wij geen serieuze, nog steeds geen serieuze geschiedenis hebben van de fotografie. Iedereen heeft zijn eigen idee hoe die geschiedenis zou moeten zijn, hoe lollig dat zou zijn als je dit doet. En een ander heeft toch meer het gevoel van,
ik vind het leuker als ik het zo ga doen. Maar als je denkt dat de geschiedenis van de schilderkunst ook nog niet zo oud, die is eigenlijk door dezelfde Alberti en daarna, 100 jaar later, door Vasari opgeschreven. Ja. Het leven van belangrijke kunstenaars of weer. En dat is een fenomenaal boek, omdat we het voor het eerst gewoon te maken krijgen met mensen die hij ook gekend had. En hij beschrijft wat dat werk voor indruk maakt. Ja, hij beschrijft de opeenvolging van de, van de ontwikkeling in de kunst, de vader van de kunstgeschiedenis. Ja. Maar nog even terug naar Flusser en naar het inzicht. Wat is er in jouw opvatting zo fundamenteel anders aan? Nou, de eerste plaats, de idee die nooit iemand geopperd heeft van die ongelooflijke vloed van foto's. Ja. Toen nog minder erg, maar toen ook al. Ja, nu is het helemaal los. Is het verschrikkelijk. Iedereen loopt de hele dag naar zichzelf te fotograferen. Ja, bijna de halve wereldbevolking loopt de helft van de dag. Ja, kijkt naar zichzelf. Ja. Ja. Dus dat brengt natuurlijk niks, maar dat is de redundant photography. Ja. Wat hij dus gezegd heeft, dat er maar zo ongelooflijk weinig is wat baanbrekend is. Ja. En daar koppelt hij aan, niet op andere woorden als ik het nu zeg, maar daar zegt hij, als het geen experiment is, is het gewoon, met kunst heeft het sowieso niks te maken. Maar de moeilijkheid is, dat wil niet zeggen dat die foto's geen waarde hebben. Die kunnen enorme documentaire waarde hebben. Dus de geschiedenis van de fotografie, die niet alleen over kunst zou gaan, er is geen enkele indeling waar we vat op hebben. Zoals we van Vasari geleerd hebben waar je dus naar moet kijken, waarom dat iets is, waar het vandaan komt, wie daarvoor heeft gezeten. Nul. En dat is een groot probleem en het is zelfs zo erg, als je dat nu, zoals ik dat nu zit te vertellen, en de hele zaal zou voorzitten met specialisten, die dus alleen maar met fotografie bezig zijn, zeg maar in musea of wat dan ook. Nou, die krijgen het Spaans benauwd en die worden ook ongelooflijk kwaad. Want die hebben natuurlijk, je ontneemt hun hele bestaan als je zegt, het is allemaal gelul. Ja, maar het is wel zo. Het is allemaal redundant photography. Hè? Dus het is er allemaal al. En de uitdaging om iets te doen wat iets anders is, is schijnbaar zo vreselijk moeilijk dat er zo weinig van is. En daar wordt nooit over nagedacht. En dat is van het begin af, eigenlijk is het ook heel logisch, want als je ziet toen het uitgevonden is, wij kunnen nu met de beste wil iemand die de geschiedenis van fotografie zou moeten schrijven, met de inzichten we die nu hebben, dat we dus aan de artificiële intelligentie zijn, dat we de apparatuscultuur terugkijken, dan begrijpen we heel goed dat er heel veel gebeurd is. Alhoewel heel weinig mensen zo denken, dat is op zich al, dat je zegt, ja, maar alles wat we hebben, alles wat we zien vandaag de dag, dat zien we vanwege de fotografie en wat daaruit voortgekomen is. Nee. Maar als je die specialisten hebt, die hebben allemaal een eigen hobby. En de ene heeft een hobby voor dit en de andere heeft een hobby voor dat. Maar die vinden dat ongelooflijk belangrijk. En dat heeft niks met geschiedenis te maken. Dus, en waarom is het belangrijk om die geschiedenis wel te maken? Zouden we Vasari van de huidige fotografie nodig hebben? Omdat de schilderkunst heeft een keiharde, oersterke, prachtige geschiedenis. En die wordt steeds weer fijner bijgesteld. En die wordt alsmaar bijgehouden. En er zijn allemaal mensen die daarop studeren, weet ik veel. Die weten precies waar ze het over hebben. De ene specialist van dat, maar die weet ook de rest. Mm-hmm. En we hebben van de fotografie alleen maar flutboeken. Er is bijna niks. Komt omdat we zijn zo ver weggeraakt van de uitvinding van de fotografie, mm-hmm, dat we de brug niet meer kunnen maken naar de uitvinding. Dus al die mensen die hebben het over iets geweldigs wat 40 jaar geleden gebeurde. 50 jaar geleden. Hoe interessant de 50er jaren. Dan krijg je een album met bruidsfotografie. Even terug naar de uitvinding. Je zei die Daguerre, hè? De uitvinder, Daguerre, hè? De Fransman die het uitvindt, daguerreotype, hè? De eerste fotografie. Maar dat is niet waar. En dat had je ons mocht beloofd dat je nog even zou vertellen waarom dat niet waar is. Want ik ken niet anders dan dat die hele dure eerste foto's, hè, de uitvinding was. Dus
Hoezo niet dan? Nou, kijk, Daguerre was een mislukte schilder. Dat zijn heel veel mensen die in de fotografie zitten. Vooral in de 19e eeuw zit er stampvol mee. En er is niks zo makkelijk als een foto maken als je dus... Ik heb hier ergens iets opgeschreven wat ik bij Baudelaire gelezen heb. En die schrijft hier in 1859... schrijft Baudelaire een kritiek over in de krant, de krant toen, in Parijs, schrijft hij kritiek over de fototentoonstelling van, die was jaarlijks altijd, dat was iets heel enorms. 1859. Ja, en daarvoor, vier jaar daarvoor, had hij geschreven hoe fenomenaal toch die uitvinding van de fotografie is en wat de verwachtingen daarvan konden zijn. En nee, dat was eerder. Zeven jaar daarvoor, 52, tegelijk met Legré. Ja, had hij geschreven dat hij hele grote verwachtingen had. En hij was ook heel erg geïnteresseerd. Hij hing altijd op het atelier van Nadar rond. Dus er zijn heel veel foto's van Nadar die dan gekropt zijn. Dus daar een stukje eraf gesneden. En als je de hele foto ziet van het glasnegatief, dan zie je dus verschillende keren een of andere kerel die met zijn hoofd om een gordijn staat te kijken. En dat is Baudelaire. Dus, maar die Baudelaire schrijft dus, op een gegeven moment was hij er zo klaar mee met die fotografie. Hij had al geschreven, als dit in de handen valt van de verkeerde mensen, dan gaat het helemaal fout. En in 1859, toen viel een dubbeltje bij hem, toen zegt hij, sinds de fotografie het toevluchtsoord is geworden van iedere nepkunstenaar, iedere kunstschilder te zwak begaafd of te lamlendig om zijn studie te voltooien, vertoont de universele verdwazing niet alleen kenmerken van blindheid en idiotie, maar ook van een flinke dosis opgekropte rancune. Baudelaire, ja over de fotografie. Dat is 1859. Ja. En Legré... Je had het niet beter kunnen zeggen. Ja, nee. Nee, daar put ik altijd enorme troost uit. Eerst moet ik keihard lachen en dan denk ik, goh, geweldig. Ja. Maar Legré in 1852, die zegt zelf al, in 1852, dat is al flink voor Baudelaire dit schrijft. Er zit al zeven jaar tussen. En wie is Legré? Legré is een Franse fotograaf. En eigenlijk kun je van Legré zeggen, is de eerste photoshopper. Hij begon al meteen, typisch iets zoals Vloeser het graag zou zien, te kijken of er niet meer uit het kastje kon komen. En die had allemaal zeegezichten gemaakt, die hele mooie foto's. En dus al zo kort na de uitvinding, echt topfoto's. En die zijn meestal zo groot, zo. En dan sneed hij het glas negatief, sneed hij op de horizon door. En dan had je een hele donkere, zwarte wolken, hè, aan het zwerk. Zo. En daaronder zette die dan hele mooie, heldere zee. En dat kwam van niks, maar er was ook een foto. En daar had je deze zwarte wolken en dan had je een zwarte zee. En dat was de echte foto. En dan kan je zien dus dat je dus bepaalde foto's van hebt. Heb je een serie. En er zijn vier, vijf keer dezelfde lucht met iedere keer een andere zee eronder. Legré, en die schreef in 1852. En Legré heeft gezegd, it's my deepest wish that photography, instead of serving industry and commerce, will be included among the arts. That is the only way, the only true place. Nooit gebeurd. Ja. En dat komt omdat we in die tijd, toen de fotografie is uitgevonden, het had niet ongelukkiger gekund als je denkt dat toen Ingres wereldberoemd was. En de schilderij van Ingres. Franse schilder Ingres met die enorme... Portretten van die deftige dames. Veldslagen. Koningen. Nou, veldslagen, vooral de portretten. Dat is David meer. Ja, dat is David. Ja. Maar niet te min. Ja, het is hetzelfde laken pakken. Maar Ingres is vooral... Ik zeg van Ingres altijd, daar begint ook die tentoonstelling mee, met een kleurenfoto van een portret van Ingres, wat hij gemaakt heeft van een of andere prinses. Op ware grootte, maar dan als kleurenfoto. Dat Ingres de oergrootvader van de kleurenfotografie is. Want die had een schilderkunst uitgevonden die volledig matcht met kleurenfotografie. En dat kon niet, want kleurenfotografie bestond niet, laat staan de fotografie.
Maar de uitvinding van Engeren was dat wat de hele schilderkunst altijd een dilemma is geweest, zelfs voor Vermeer, die daar het dichtst bij is gekomen, dat het licht van het donker eigenlijk de afscheiding maakt van het ding wat je ziet. En dat omgevingslicht, dat kon hij, wat niemand ooit gekund had voor hem, in sfumato schilderen. Sfumato, dat komt van Leonardo da Vinci, dat is een beetje, daar zit geen lijn. Waterdamp. Hè? Ja, ja, daar ja. zit geen lijn. Het is echt fotografie. Mm-hmm. Het is letterlijk zoals het werkelijk is. En dan komt er zo'n apparaat, kistje, waar zo'n vies plaatje uitkomt. Weet je, zo'n dingetje wat. En dus dat was al, bij de geboorte was het al een ondergeschoven vies dingetje. En ze hebben alleen naar dat vieze dingetje gekeken. En niemand heeft zich gerealiseerd dat dat eigenlijk de eerste technische afbeelding is. Die dus 100% technisch is. En dat zijn het universum van technische beelden. Dat is een ander boek van Vloeser. En dat is waar wij middenin zitten. Je vertelt dit naar aanleiding van mijn vraag over waarom is Daguerre niet de uitvinder daarvan. Dan komen we bij een aantal andere 19e eeuwse observaties over die jij aan Vloeser koppelt. Maar ja, nee, waarom maar is Daguerre even 40 jaar voor, 40 jaar voor de uitvinding van, laat ik zeggen, de uitvinding, het bekendmaken van de uitvinding. Daar moeten we even van uitgaan. Het is niet de uitvinding, het is de bekendmaking van de uitvinding door de Academie van Wetenschappen in Parijs. Parijs, ja. En eigenlijk was al de Rosenthal van de fabriek, ja, van het porselein, die had al een procedé waardoor die eigenlijk op fotografische manier, dat is de allereerste geweest, al 50 jaar voor de uitvinding van fotografie. En dat heeft hij nooit doorgezet omdat het veel te ingewikkeld was. Maar hij kon het wel. Kon hij fotografisch een beeld op een bord zetten en dat kon je in de oven schuiven en dan werd dat gebakken. Dan kwam er een foto. Een foto, ja, van een bloemetje. Zo stom als het is, maar dat was een fotografische afbeelding. Afbeelding, ja. Absoluut. Maar toen dat in een versnelling kwam, heeft Daguerre een brief gekregen van Niépce Nicéphore. En Niépce is eigenlijk de echte uitvinder van de fotografie. En dat was een ambtenaar, hoge ambtenaar op het ministerie. En die had als hobby om met chemische materialen en weet ik het veel te proberen om iets te krijgen dat je artificieel afdruk kon maken van de werkelijkheid. En die was hij helemaal door geobsedeerd. En die komt op een dag ergens de diorama's, wat dat was, het werk van Daguerre. Dat was schilder van diorama. Een dioramaschilder. En dat kon hij ongelooflijk goed. En dan kon je door zo'n gaatje kijken en dan zag je een werkelijk panorama voor je. Net zo goed als wij nu met die dikke brillen lopen, was dat toen dé grote mode om driedimensionaal te kijken. Ja, een dikke bril, die VR-bril. Ja, ja, ja. ja. En toen was hij zo onder de indruk van Daguerre met die diorama's, dat hij Daguerre een brief heeft geschreven om hem te vragen of hij eens een keer mocht komen kijken op zijn atelier waar hij dat maakte en of ze eens konden praten, want hij had ook een idee over iets. En die heeft aan Daguerre uitgelegd wat de camera was, hoe hij zich dat voorstelde en dat hij dus met zoutoplossing en jodium, dat hij daar probeerde licht vast te leggen en al dat soort dingen. En Daguerre was een ontzettende handige zakenman. Die stond op de kermis met die diorama's, dus die moest geld verdienen. En die Nicéphore Niépce, dat was iemand uit een well-to-do familie, dus die kon het zich permitteren om te experimenteren. In elk geval heeft hij toen uitgelegd wat hij mee bezig was. Toen is Daguerre bij hem komen kijken. Toen hebben ze hij was nogal zwak en vaak ziek, die Niépce. En die hebben ze dus een afspraak gemaakt dat ze samen zouden gaan werken aan de fotografie. En ongeveer toen ze het voor de bakker hadden, is Niépce gestorven. En erfde Daguerre natuurlijk alle rechten. Ja, alle rechten.
en de voorzitter van de Academie van Wetenschappen. In Parijs. Ja, in Parijs, dat was Arago. De landmeter en... Ja, ja, ja. De fenomenale Arago, echt een groot wetenschapper. Maar die kende Daguerre ook omdat hij dus zo'n bewonderaar van de diorama's was. En Daguerre ging naar hem toe en die zei, moet je kijken wat ik daar heb uitgevonden. En ja, ik heb wel een assistent gehad, maar... En die heeft dus, en nou komt het, heeft dus... Arago heeft dat in de ministerraad aanhangig gemaakt en heeft ze ervan overtuigd dat, en Arago was nogal een idealist, dat ze dat moesten kopen en dan vrijgeven voor de hele wereld. Dat was een Franse uitvinding die dus de Frankrijk aan de wereld ter beschikking stelde. De enigen die dat geweigerd hebben, dat waren de Engelsen en het gemene best. Maar die hadden zelf al iemand die het uitgevonden had. Maar die wist helemaal niet dat ze er in Frankrijk ook mee bezig waren. He, dus dat kruiste al. Dus dat, die uitvindingen waren eigenlijk al overal aan het oppiepen. En toen hoorde iemand die ook fotografie aan het ontwikkelen was, Hippolyte Bayard. En die Bayard die denkt, wat is dit nou? Dus ik heb wel gehoord van Daguerre, maar dat was toch met Niepce. En die is dus naar Daguerre gegaan en heeft gevraagd hoe dat was. En toen had Daguerre gezegd, je mond houden, want als we nu nog niks zeggen, heeft niemand in de gaten dat we dit hebben ontdekt. En die Bayard die was dus zo keurig om te denken, nou dan hou ik maar een tijdje mijn mond, tot hij in de krant las dat er een geniale uitvinding was gedaan door Daguerre en dat de Franse staat het gekocht had. En toen heeft hij daar zijn... Veel geld, hè? Voor heel veel geld. Ja, heel veel geld. En heeft hij zijn beklag gedaan bij Arago en bij de Franse, bij de minister die het goedgekeurd had. En toen kreeg hij een briefje van een paar regels dat het geweldig was dat hij dat ook ontdekt had. Maar dat ze toch echt niet van plan waren om twee keer het geld uit te keren. Voor de benefit of all, hè? Voor het welzijn van de mensheid. Werd zo terzijde geschoven, ja. Neem even... Ja. Slok water, ja. De laatste vraag en dan gaan we naar kijken of er mensen zijn die een vraag hebben of een opmerking misschien. Maar ik toch wel liever een vraag. Maar Arago, daar heb jij een, overigens een prachtig kunstwerk over in Parijs gemaakt. Hè? Een meridiaan met, ja. Monumenten eigenlijk door heel Parijs. Maar dit geheel terzijde. Maar als inleiding naar de laatste vraag. Je zegt ja... De fotografie zou eigenlijk geïncorporeerd moeten worden als de kunst. Jij hebt vanaf 66, 67 nog maar louter gewerkt met fotografie. Hè, met fotografie als medium. Het laatste 12 jaar zelfs met één negatief. Ja. Al je werk de afgelopen 12 jaar uit één... Een negatief uit 76. Uit 1976? Ja. Een negatief met een van een wat voor motorkap foto? Van een Saab. In welke kleur? Bruin. Geloof ik. Ja, nee, bruin, ja. 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 Ja, een soort roodbruin, ja. Ja. 12 jaar uit werk uit één negatief. Ik wou eens kijken wat er uit digitale fotografie tevoorschijn kon komen. En daar heb ik 12 jaar aan zitten knutselen. Veel werk uitgekomen? Ja, het is waanzinnig. Ik bedoel, iedereen denkt, ja, maar dan is pixels. Maar pixels, dat is nog maar het begin van het verhaal, want de pixels maken een plaatje. Maar het is volstrekt abstract. Ja. Dus er zijn ook totaal verschillende beelden. En ze hebben vaak, om te zien, niets met elkaar te maken. Helemaal niks. Maar ze komen wel allemaal uit één negatiefje. Mogelijkheden zijn oneindig. Oneindig, oneindig. Dat is misschien wat je bedoelt met dat de camera meer fantasie en verbeeldingskracht heeft. Ja, ja, nee, dat is oneindig. Ja. Maar ja, het is heel moeilijk om het eruit te krijgen. Dat is weer wat anders. Je moet er wel voor vechten. Ja, 12 jaar is best een tijd. Ja, maar het is wel... Maar dat vliegt voorbij, dat is het punt niet. Maar kijk, als het niet meer jezelf verrast, dan is het ook niks meer. Maar de verrassing zit erin dat je denkt, ik heb het volkomen uitgeput. En dan denk je, ja, toch denk ik dat er nog best iets in zit. En als je er
En dat het eigenlijk het oude weer overtreft. Op het laatst weer, die dingen hebben niks meer te maken met waar je mee begint. Dus in het begin nog wel, dan herken je het nog wel. Maar dan zit het in de vergrotingen, in de pixels, maar de pixels is ook kwats. Je kunt pixels, dat is me gelukt tenminste, met iemand die ik vroeg om daar met mij aan te werken. Ik ben totale digibator. Dus. Maar om pixels te splijten, is bijna een atoombom als je een pixel splijt. Dan maakt één pixel maakt gewoon weer een heel nieuw schilderij. Dan komen fraksels uit ook? Kun je helemaal niet. Je weet niet wat eruit komt. En eigenlijk is het enige, er komen miljarden mogelijkheden uit. Maar die miljarden mogelijkheden is natuurlijk. De mens grijpt ook in. En dan is het aan jou om te kiezen. En dan kies je wat je denkt, dat eigenlijk vind ik dit krankzinnig. En dit is zo weer tegen wat ik daar de vorige week heb gezien. Dan ga ik hier eens op verder. Nou. Ja. Ja. Dus één klein doorzichtig papiertje waar je eigenlijk alles uit kan halen. Ja. Ja. Als prima materie, als aanbeeldje waar alles uit kan. Ja, ik heb gewoon willekeurig gedacht, ja, die kleurenstudies die zijn al eigenlijk alleen maar effen. Ja, de kleurstudies die je eerder maakte van meerdere 76, ja. Foto's. Ja. Hè? Hetzelfde jaar van motorkappen van verschillende foto's. Ja. Ja. Van verschillende auto's. Ja. Ja. Foto's van auto's, ja. Ja, ja. Gewoon niks. Ja. Ja. Ik heb nog wel één ingewikkeld statement van dat ik wel zou willen lezen. Graag. Van Vloeser. Dan hebben we ook nog even de tijd om na te denken. Ja, dat vind ik namelijk, dat is het eind van zijn boek, dat is de laatste bladzijde. En daar neemt hij eigenlijk gewoon, pakt hij samen waar hij nou de hele tijd mee bezig is geweest. En dat is, het is een beetje ingewikkeld, maar het betekent veel als je het tot je neemt. Lees je uitspraken van de fotografen, zoals die je vindt, zoals je die vindt in de gangbare werken van de fotografische geschiedenis, die dus niet bestaat naar mijn idee, dan stuit je op de heersende mening dat er zich met de uitvinding van de fotografie niets echt diepgaans heeft afgespeeld en dat alles in de grond zo doorgaat als tevoren. Alleen dat er gewoon naast de vele andere geschiedenissen nu dan ook een geschiedenis van de fotografie is. Daarop baseer ik de gedachte die ik daarvoor al had, of voel ik die hier bewezen voor hem, dat er geen geschiedenis is van de fotografie. Ofschoon ze in hun praktijk allang na historisch leven, is de na-industriële revolutie, zoals die voor het eerst in het fotoapparaat verschijnt, aan het bewustzijn van de fotografen ontsnapt. Met één uitzondering, de zogenaamde experimentele fotografen. Juist de fotografen die hier bedoeld zijn in de bedoelde zin van het woord. Ze zijn zich er daadwerkelijk van bewust dat beeld, apparaat, programma, en informatie de basisproblemen zijn die zij uiteen moeten zetten. Ze streven daadwerkelijk bewust niet te voorziene informatie voor te brengen. Dat wil zeggen iets uit het apparaat te halen en in het beeld te zetten wat niet in het programma ervan zit. Ze weten dat ze tegen het apparaat spelen. Maar zelf zijn ze zich niet bewust van de draagwijdte van hun praktijk. Ze beseffen niet dat ze aan het proberen zijn om een antwoord te geven op de vraag naar de vrijheid in de apparatencontext in het algemeen. De filosofie van de fotografie is nodig om de fotografische praktijk naar het niveau van het bewustzijn op te heffen. En dit op zijn beurt omdat in deze praktijk een model van vrijheid in de na-industriële context in het algemeen opdoemt. De filosofie van de fotografie moet onthullen dat er voor de menselijke vrijheid binnen het gebied van de geautomatiseerde, geprogrammeerde en programmerende apparaten geen plaats is om uiteindelijk aan te tonen hoe het toch mogelijk is om ruimte te maken voor de vrijheid. De filosofie van de fotografie heeft de taak over deze mogelijkheid van vrijheid
en daarmee van zingeving en in door apparaten beheerste wereld na te denken. Om na te denken over hoe het voor de mens, ondanks alles mogelijk is, zijn leven met het oog op de toevallige noodzaak van de dood een zin te geven. Zo'n filosofie is noodzakelijk omdat ze de enige vorm van revolutie is die voor ons nog openstaat. Dat was het. Dus de mogelijkheid van de vrijheid van de kunstenaar en eigenlijk van iedereen, ja, om de mogelijkheid of onmogelijkheid om een vrije ruimte te creëren voor het maken, het scheppen van iets, ondanks het dictaat van het apparaat. Ja, eigenlijk zegt hij gewoon, je moet scheidend apparaat hebben. Ja. En daarom is het anders. Dus de komst van het apparaat en dat wij weer oogmensen of kijkmensen geworden zijn, is anders dan voor de uitvinding van fotograaf en apparaat, boekdrukkunst en toen we ooit kijkmensen waren in de oertijd. Het is anders omdat we ons de mogelijkheid van vrijheid ondanks het apparaat moeten blijven verwerven. Ja. Ja, dat is het. We moeten vrij zijn ten opzichte van het apparaat en we moeten niet de slaaf van het apparaat worden. Ja. En dat kan in fotografie. Ja, daar heb jij net bijvoorbeeld 12 jaar aan besteed. Ja. En dit is wel erg verhelderend. Leven, dit is wel erg verhelderend over het belang van het denken over fotografie. Ja, dat denk ik wel. Dat is gewoon filosofie natuurlijk. Maar daar begint het wel mee. Als je iets wil begrijpen van fotografie, zou je daar toch ook een idee over moeten hebben. Ja, de meeste mensen fotograferen zonder ooit nagedacht te hebben. Wat is dat hier wat ik doe? Dat is de kern. Ja. Dankjewel. Veel dank. We hebben over een uur gesproken. Dat was mijn fout. Want daar had ik de limiet aan moeten hebben. Maar misschien zijn er mensen die ondertussen iets verhelderd is of iets onhelder gebleven is. Het hoeft niet, het mag wel. Daar, oh ja, die, mevrouw daar, ja, ja. Ik zou nog wel graag uw visie willen weten van AI in de fotografie. Want ik voel een weerstand, want zoals ik het begrijp doet het apparaat het hele proces. Het zijn hele gladde plaatjes waar geen emotie in zit. Dus waar gaat dat heen? Ik snap dat het niet te stoppen is. Mevrouw, maar u voelt een weerstand bij uzelf? Of u voelt een weerstand? Of u ja, voelt... ik voel een weerstand. Ja, ja, precies. Okay. Even voor de vraag te begrijpen. Jazeker. Ja, ja. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Mm-hmm. En naar uw visie daarover. Ja, ik heb geen idee. En de hele artificiële intelligentie interesseert mij eigenlijk niks. Maar het probleem is dat die weerstand er altijd is als er iets nieuws komt. Er was ook de weerstand tegen de computer, er is ook de weerstand tegen de digitale fotografie. Er is ook een grote verering van de analoge fotografie, omdat we die niet meer maken. En allemaal gebruikelijk. En ook kun je analoge fotografie, als je dat per se zou willen, en je hebt een idee wat inderdaad hout snijdt, is het weer net zo goed als het afgeschaft is, bij wijze van spreken. Dus dat zegt allemaal niks. En de allernieuwste ontwikkelingen komen allemaal uit dit geheel voor, maar ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Want ik denk dat ook niemand een idee heeft, ook de mensen die eraan werken. Want ook daar hebben we weer wat Le Gray zegt, gewoon ik hoop dat het niet in de handen valt van de commercie. En dat is het nu al. Want nu weten ze al hoe je door een algoritme jou te dwingen 's morgens Nescafé te drinken. Meneer daar met de blauwe trui had ook een vraag, geloof ik. Dag Jan, we kennen elkaar een beetje. Nou zie ik het pas. Ja, dat geeft niet. Ik zit hier midden. Okay. Kijk, jij vertelt eigenlijk dat jouw geploeter in het atelier parallel gelopen heeft met de filosofie van Flusser. Ja. En dat daar jouw verwondering ook zit in het creëren van beelden. Je hebt je 12 jaar bezig gehouden met één negatief. Volgens mij is het zelfs de helft van één negatief. Meestal, ja. Ja, en...
En tegelijkertijd de verwondering van Flusser die het filosofeert en beschrijft en het eigenlijk in taal weergeeft, terwijl die het eigenlijk over beeld heeft. Heb jij geploeterd met beeld? Wanneer ontstaat nou eigenlijk jouw persoonlijke verwondering? Want 12 jaar bezighouden met een half negatief, dan ontstaat er op een gegeven moment wel allerlei beelden. En wanneer besluit je nou van, jeetje, wat ik nou zie, dat is definitief. Dat wil ik laten zien. Nou, dat begint in 1967, dus dat is niet de laatste 12 jaar. Dat is één. Ja, ik kan hier niet gaan vertellen wat ik allemaal gemaakt heb. Daar heb ik ook geen zin in. Maar... Wat gebeurt er op het moment dat je denkt, ja, dit is het beeld wat ik... Nee, voor mij is het alleen maar Flusser een eye-opener. Het is niet zo dat ik heel veel geleerd heb van Flusser. Ik heb alleen bevestigd gekregen door een eminente filosoof dat ik niet zo gek ben als ik zelf soms dacht. En daar staat ook nog tegenover dat... hoe moet ik dat nou zeggen? De bewondering voor Flusser is eigenlijk niks anders dat hij mij een enorme boost heeft gegeven dat ik niet voor niks gedaan heb. Ja. Maar misschien was de vraag ook nog anders. Het is denk ik gedeeltelijk antwoord op de vraag. Maar wanneer is een beeld af? Ja, die is daar. Ja. Dat is een gigantisch probleem. Dat heb ik een paar keer schoot dat door mijn hoofd. Ik heb er niets over gezegd, maar waar de afbeelding... Wanneer ontstaat kunst? Dat is de kortsluiting waar de afbeelding overgaat in verbeelding. En verbeelding is kunst, afbeelding niet. En hele, als je nou een schilderij... Laten we nog maar eens een keer Jan van Eyck nemen. Dat is weliswaar een afbeelding, denk je. Maar nee, dat is een verbeelding. Dat gaat ver boven de afbeelding uit. Mm-hmm. En dat is precies hetzelfde zoals ik altijd tegen studenten heb gezegd. In de eerste jaar dat ze dus eens een keer echt over iets proberen na te denken, wat schilderen of wat dan ook is. Ik deed het liefst schilderen en geen fotografie onderricht, omdat dat toch iets anders is. Dat wij zetten hier in het atelier een vaasje neer met 3 bloemen erin, en een lapje erbij en een theekopje. Oké. En we gaan het met ons 20e, zoals we dat altijd doen op dinsdagmorgen, van 10 tot 2 uur gaan wij gezellig tekenen, schilderen of wat dan ook. En we hebben allemaal dat blokje voor ons. En we kijken allemaal naar het vaasje en het lapje en dan weet ik veel. En na 3 maanden zeg ik een keer, jongens, ik heb een paar vrienden van me uitgenodigd. En die komen dadelijk ook. En die gaan meeschilderen, maar ik heb ze nog niet gezien, maar ze zullen zo wel zijn. En daar komen mijn vrienden binnen, namelijk Rembrandt en Velasquez. En ik zeg, och jongens, kom binnen. En willen jullie ook gezellig mee? Ja, daar komen we toch voor. Allemaal. En die gaan ook daar staan en die beginnen ook te tekenen en die zijn ook bezig. Even. En na 1,5 uurtje, zoals altijd, stoppen we even voor een kopje koffie of wat geleuter. En dan gaat iedereen kijken bij zijn buurman en de buurman daarvan. En weet je, en de ene keer heeft Jantje het beter dan Pietje, maar toch leuk, mooi, goed. En dan kom je bij Rembrandt en bij Velas. Een wonder. Hoe kan dat nou? Hetzelfde kopje, hetzelfde bloemetje, hetzelfde lapje. Iedereen heeft hetzelfde getekend en daar is iets gebeurd. Dat is niet afbeelden, dat is verbeelden. Niet makkelijk. Dat is namelijk de hoogste categorie die je kan bereiken. Mag je het ook over iets eenvoudigs? Zeker, dat mag gelukkig. Er zijn ook foto's die eeuwig bijblijven. Er zijn foto's die eeuwig bijblijven. En ik herinner me een foto van jou in de 60e jaren. Toen had je met een stuk touw begast, had je perspectief op zijn kop gezet. Mm-hmm. Dan blijf je daar kijken naar die foto. En je wordt steeds, heb je het gevoel dat je belazerd wordt. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die foto is me altijd bijgebleven. En wat me ook altijd zo van bijgebleven is, dat de camera ook niet te vertrouwen was. Ja, de fotografie is volstrekt. Ja, het is, daarom is het zo fantastisch. Het leuke ervan is,
heb je dat soort foto gezien, die blijft erbij. En dan op een gegeven moment vraag je je af of je eigenlijk wel altijd goed gekeken hebt in je leven, waar dan ook naar. Ja. Maar dat je dus begrijpt zo voor, je begrijpt precies waar het om gaat. En dan denk je, nou weet ik het, dat gebeurt niet. Je blijft maar kijken en je blijft maar jezelf vertellen dat je goed gekeken hebt. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk een voorbeeld met een perspectief. Alleen maar een perspectief is dat fantastisch. En dat vond ik dus geweldig. Ja. Maar zeg zoveel, hè? Ja, nee, ik begrijp. Ja. Ja? Ja, dat is hier ook nog een. Dank voor uw verhaal, heel interessant. U komt met een prikkelende definitie van kunst. Dus als het geen experiment is, dan is het geen kunst. En nou zou ik dat graag willen confronteren met de serie Zonnebloemen van Vincent van Gogh. En dus wat is een vraag aan u. Vindt u de laatste exemplaren, de laatste schilderijen in die serie, vindt u dat kunst en waarom? He, dus waarom? Hij maakt steeds een kopie. Ja, hij maakt, in de kanon van de kunstgeschiedenis is Van Gogh al lang heilig verklaard. En ik denk iedere snipper van Van Gogh, ook zijn mislukte schilderijen, stijgen ver over de mensen die in die tijd ook schilderijen maakten. Zelfs de mislukkingen van Van Gogh zijn nog geniaal vergeleken bij het gepruts van in die tijd zeer goed betaalde, fantastische, bewonderde schilders. Dat is allemaal academisme. En die mensen die verdienden veel geld. Van Gogh heeft zijn hele leven één schilderij verkocht. Nee, maar ik bedoel niet of het veel geld opbrengt in de markt. Daar gaat het niet over. Uw definitie van kunst. Als het geen experiment is, is het geen kunst. Dus je, Van Gogh die maakt een kopie, zeggen, en weer, of een kopie, een kopie van een kopie. Nee, en dan wel, is, nee, wel, is dat nee. dan nog wel kunst, die laatste? Hoe ziet u dat? Omdat hij dus waarschijnlijk zo verwonderd was over de uitkomst van het schilderen van zonnebloemen, dat hij behoefte had om dat 5 keer te proberen, niet om ze na te schilderen, maar of hij zichzelf kon overtreffen. Tuurlijk. Er zit geen enkele andere reden bij. Ik denk dat de laatste vraag, die meneer daar was, die al een heel tijdje heel duidelijk een vraag had, inderdaad. Meneer met de zwarte snor. Ja. Goedenavond, dank u wel. Mijn naam is Ennis. Toen ik de vorige vraag hoorde, dacht ik al, het kaas wordt van mijn brood gegeten. Want ik hoorde u ook meerdere malen zeggen, als het geen experiment is, heeft het niks met kunst te maken. Ja. Is dat nu de essentie van kunst, dat het een experiment moet zijn? Korte gesloten vraag. Ik heb nog nooit kunst gezien die geen experiment was. Dankjewel. Spijt me, maar ik zou. Je hebt wel heel veel musea waar ze dingen aan de muur hebben hangen, waarvan ik denk, waardeloos. En dan denk ik ook, ja, daar is weinig aan te ontdekken. En ik val er niet van om. Maar meestal wordt het experiment ook helemaal niet herkend. Kijk, mensen zitten altijd. Wat er altijd in de weg zit, dat zijn twee dingen. Dat is het plaatje als plaatje en het plaatje als beeld en het beeld als verbeelding van het plaatje. En daar komt iedereen die niet daarin getraind is, komt in de war. En dan heb je, wat wil ik daar nou van zeggen, dat is nog iets. Het kan nog eenvoudiger. En dat je zegt gewoon, het gaat in kunst eigenlijk nooit over wat. En dat heb ik net uitgelegd met dat schilderen van dat vaasje en dat lapje, maar over hoe. Hoe je dat doet. En als je dan denkt, ja, dat is ook wel makkelijk, dan denk je eens aan een boek. Jij schrijft het verhaal van iemand die van zijn fiets valt, van het kanaal invalt en dan verdrinkt. Oké, en ik schrijf het ook. En het zijn twee flirtverhalen. 60 bladzijden weggegooid. Maar als we dat vragen aan een fantastische schrijver om dat ook te schrijven, dan staat er een fantastisch verhaal. En dat geldt voor alle kunsten. Niet het wat, en ook, maar het hoe. Ook iemand die iets nadoet in de stijl van, dan zie je al meteen de zwakheden, de rommel aan alle kanten. Kan nog net zo goed nageaapt zijn, maar het wordt het nooit. Het kan niet. Ja, u krijgt een microfoon, dat is makkelijker toch voor iedereen. De waarde ja. van de fotografie kan dan toch ook zijn dat het de communicatie geeft die een
poëtische taal vertolkt die je dan ziet en voor jezelf onder woorden kan brengen. En dat is dan inderdaad die verbeelding die een foto oproept. Nou, als je het onder woorden brengt, dan is er al een heleboel van af. Tenzij het iemand zo goed onder woorden brengt dat het weer op zich kunst wordt. Maar ja, maar dat kan. Maar dat kan. Je kunt... Maar dat kan toch ook in jezelf gebeuren? Dat als je prachtige... als je foto's ziet die je iets verbeelden, die iets overstijgen, die ja, bij jezelf een taal oproepen die verrassend voor jezelf is, maar wat wel de kracht van die foto is. Dat je leest bij jezelf een nieuw boek door die afbeelding. Dat mag ja, toch goed, ook maar dat zijn afgeleiden van de afbeelding. Dus, ja, maar daar heb je wel die afbeelding mee nodig. Ja, maar luister, daar heb maar ik dat ook is toch het mooie daar, dan daar toch daar gaat dat hele boek van Susan Sontag over, Regarding the Pain of Others. Dat gaat er namelijk over wat het betekent dat wij dus de hele dag om de oren geslagen worden met foto's en hoe we daarmee omgaan. En er zijn heel veel zinloze foto's die niemand iets zeggen. En je krijgt ook zoveel foto's te zien die misschien wel iets zeggen, maar dat ze iedere keer hetzelfde zeggen, namelijk dat iemand alweer zijn benen kwijt is. Nou, dat zijn vreselijke dingen. Maar die maken geen enkele indruk meer, omdat je wordt ermee om je oren geslagen. En dat noemen ze dus redundant photography. Maar waar u het over hebt, dan hebt u al iets te pakken wat op u indruk maakt. Of je dat nou weet of niet weet, of je daarvan bewust bent of niet bewust, of je dat onder woorden kan brengen of niet, doet er helemaal niks toe. Maar dan ben je in een andere categorie geschoven. En daar is juist heel weinig van. Ik ga het hierbij laten. Ik ben blij dat er nog iemand een laatste vraag stelde, ondanks dat ik gezegd had dat de laatste vraag al was. Maar dat zou toch geen Academie voor Kunsten zijn als we ons gewoon aan de regels zouden houden. Dus heel fijn dat er nog een vraag achteraan kwam. En vooral veel dank voor uw tijd en aandacht hier en komst hier. En natuurlijk aan Jan Dibbets en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Ontzettend veel dank. Ja. Zo. Nou jongens.